Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Arthur Tolsma en welkom hier bij NH Next in Theater de Campagne in Den Helder. Zoals ik al zei, ik ben Arthur Tolsma, ik ben programmadirecteur van IDEA. En IDEA is een incubator. Wij helpen duurzame, innovatieve ondernemers om hun ideeën sneller en meer succesvol naar de markt te brengen. Dat doen we onder andere vanuit het samenwerkingsverband Terra Technica. Terra Technica is, we werken allerlei partijen in samen. Ondernemers, onderzoekers, onderwijzers en overheden, de vier O's, aan duurzame energie-innovaties. Vandaag gaan we het hebben over die financiering van dat soort duurzame energie-innovaties. Dat ga ik niet alleen doen, want daar weet ik zelf veel te weinig vanaf. We hebben drie experts hier uitgenodigd om daarover mee te praten. We zullen dus ook al uw vragen beantwoorden. Dus mochten jullie vragen hebben waarom uw specifieke duurzame innovatie nog geen financiering heeft gekregen, dan kunnen deze drie experts u daar volledig bij helpen. Businessplannen mogen ook opgestuurd worden, kunnen we doornemen. Hoewel dat misschien niet minder handig is, denk ik. Laten we dat niet doen. Maar mocht u vragen hebben, dan horen we dat graag in de live chat. En mocht u dit later terugkijken, dan is dat iets lastiger, maar dan zijn iedereen zeker bereikbaar. Om even te weten wie dan de experts zijn hier aan tafel, wou ik ze graag even de kans geven om zichzelf voor te stellen. Els van der Werf, wil jij beginnen? Ja, zeker. Ik ben Els van der Werf. Ik ben werkzaam voor K+V. En K+V ondersteunt ondernemers op het vlak van strategie en het verkrijgen van financiering, investment ready worden. En vanuit K+V ben ik groot deel van mijn tijd actief als adviseur voor PIM. PIM is het programma investeringsgereedheid MKB vanuit de provincie. En zijn wij veel met innovatieve duurzame ondernemingen bezig om die binnen PIM te ondersteunen om financiering op te halen. En voor de rest ben ik gedetacheerd bij het investeringsfonds van de provincie PDENA. En als investment manager ben ik actief om de investeringen die wij hebben gedaan en doen in duurzame innovatieve bedrijven, om die te ondersteunen en vanuit de investeringshoek bij betrokken te zijn. Dat is heel leuk om te doen. Dus altijd met ondernemers gewerkt en nog steeds. Kan ik me heel goed voorstellen. Leuk. Gideon, jij komt vast ook allerlei ondernemers tegen vanuit jouw rol. Zeker, zeker. Ja, ik ben Gideon Nijenmanting. Werkzaam bij de Rabobank. Ik ben 37 jaar, getrouwd. Ik heb een zoon van 2. Ik woon in de gemeente Velzen. Dat is eventjes mijn privékant. Zoals gezegd, ik werk voor de Rabobank. Grootste financier van het MKB in Nederland. Dus in die zin zeker veel betrokken geweest bij zakelijke financieringen. Zelf heb ik de afgelopen 12 jaar binnen Rabo allerlei verschillende functies gehad. Van het verstrekken van financieringen bij de aanvraagkant, als het beoordelen van de financiering bij de risicokant, als ook bij de insolventie en het opeisen van financieringen als klanten gestopt zijn met betalen. Dus ik heb een redelijk breed spectrum wat dat betreft. Naast wat ik doe voor Rabobank werk ik ook nog actief in de gemeentepolitiek in Velzen en ben ik financieel verantwoordelijk voor een onderwijsstichting in Haarlem. Leuk. Nou, zeker genoeg expertise voor hier aan tafel. En last but not least, Pieter. Ik ben Pieter van der Hoeven en ik ben van huis uit wiskundige natuur- en bedrijfskundige. En ik zat net uit te rekenen dat in het jaar dat jij geboren werd in Velzen, ben ik in Velzen gaan werken, namelijk bij je toenmalige Hooghovens, tegenwoordig bekend als Tata. Ben ik logistiek manager geworden. Maar sinds een aantal jaren werk ik nu bij de Hogeschool in Holland, in Haarlem en in Alkmaar. En met name ben ik de associate lector en wij doen met studenten onderzoek, finance studenten, onderzoek naar duurzame financiering. Krijgen opdrachten ook via Arthur, via Terra Technica over duurzame innovaties. En wij proberen dan met die studenten te kijken hoe kunnen we ondernemers, start-ups helpen om zo'n innovatie ook financieel marktgereed te maken. Leerzaam voor studenten en leerzaam voor ons. Nou, zeker. En ik denk ook leerzaam voor het publiek. Dus mooi als we daar even lekker over door kunnen gaan. Want daar gaan we het over hebben inderdaad. De financiering van duurzame innovaties. En dan is het natuurlijk wel goed om een beetje een definitie te hebben van wat is duurzaam. Daar kunnen wij zelf al natuurlijk een half uur over praten. We hebben het daar vooraf kort over gehad. Ik heb daar een paar aantekeningen uit gehaald. Wat wij in ieder geval bedachten is dat een duurzame onderneming, behalve naar hun winst- en verliesrekening, ook te kijken naar de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En de heel duurzame ondernemingen hebben zelfs een positieve bijdrage aan mens en milieu. Want daar kwamen we sowieso uit. Het is niet je bent wel of duurzaam of niet duurzaam. Ja, het is meer een schaal. En het ene ding kun je meer duurzaam zijn dan het andere. En over innovatie gaan we natuurlijk ook hebben. Nou kun je over innovatie zelf ook al hele mooie definities neerleggen.
Maar wij gaan het in ieder geval hebben over niet de stap van het uitvinden in het laboratorium, maar meer van, hey, er is een idee, er is een eerste product, hoe krijg je dat dan naar de markt? Voor zover ik in ieder geval het idee had, komt dat nog steeds overeen met wat jullie aanvullingen hebben? Ja hoor. Gelukkig. Nou, kan ik met een gerust hart beginnen. Om misschien nog even te hebben over, want Gideon, jij, vanuit de Rabobank ontvangen jullie allerlei aanvragen van financiering. Niet alleen over duurzame of innovatieve, maar algemene financiering, mm-hmm. dat is van alles. Zie je een verschil tussen de ene kant algemene financiering en de andere kant duurzame? Duurzame financiering, is daar een verschil tussen? Dat je zegt van nou, dit is een ander type ondernemers, of kijken jullie daar ook anders naar? Nou, ik denk dat het onderscheid eerder zit in welke fase komt een bedrijf bij de bank voor een financiering. En dan zie je dat als het gaat om duurzame innovaties, dat vaak bedrijven zijn die helemaal in de startfase zitten. Wat betekent dat het, zeg maar, vanuit financieringsperspectief best lastig is om die te financieren. Hè, met een bancaire lening, een traditionele bancaire lening. En dat komt omdat er nog heel veel onzekerheid is op het terugbetalen van de lening die je aangaat. Omdat je het product nog niet hebt ontwikkeld, nog niet precies weet wie de doelgroep is soms, nog niet weet wie dat gaat kopen. En dat maakt het wel lastig als het gaat om duurzame innovaties financieren. Want als je een duurzame innovatie hebt waarbij je bijvoorbeeld al een duidelijke markt ziet, ook al klanten hebt, ja, dan kan het eigenlijk net als een regulier bedrijf, namelijk duidelijk aantonen dat er omzet is en dus ook terugbetaalcapaciteit. En dan is het ook wel eenvoudig om bijvoorbeeld een financiering te krijgen. Dus het is vooral in de fase waarin het bedrijf zich bevindt dat het lastig maakt. Ja, herkennen jullie dat ook, Pieter, Els? Ja, zeker. Die fase is, dat herkennen we zeker. Want blijkbaar is het toch nog wel steeds zo dat heel veel ondernemers denken, als ik financiering nodig heb, dan is de bank het eerste loket. Dus ik ga daar eens heen. Zonder inderdaad gedachten te hebben, past inderdaad de fase waar ik in zit wel bij de financiering verstrekker, in dit geval de bank. Dus wij proberen ook heel vaak te kijken, waar sta je nu? En naarmate je natuurlijk vroeger bent en nog geen tractie hebt of nog geen proof of concept hebt, en waarbij die marktintroductie nog wat verder weg is, is het financieren gewoon lastiger. Lastiger met vreemd vermogen, helemaal met bankair vermogen. Dus ja, herken dat zeker. En dan ook wel een tip, denk ik, voor de ondernemers. Ga goed kijken in welke fase je zelf zit. En naarmate je de marktintroductie nog wat verder weg is en de tractie nog wat verder weg is, dan is eigenlijk het zaak om creatiever te worden met de mogelijkheden of met de financieringsoplossingen. Want het is nou eenmaal lastiger om aan geld te komen als je nog in een vroege fase bent. Ja, dus Gideon, jij moet ze ook af en toe terugsturen. Dat je zegt van, joh, deze fase past nog niet bij ons. Nou, als je het hebt over het aanbieden van een bancaire financiering, dan is dat soms lastig. Hè. Dat geldt overigens ook voor een winkel die wil beginnen. Niet per se innovatief, maar als je wil beginnen, dan is het zo en zo lastig. Alleen je ziet wel dat de bank natuurlijk ontwikkeld is door de jaren heen naar een platform. En via ons platform bieden wij natuurlijk allerlei alternatieven ook aan, die bijvoorbeeld wel beter passen bij de fase waarin de onderneming zich bevindt. Ja, ja. Pieter, jij doet zelf onderzoek, jouw studenten doen onderzoek voor dat soort. Misschien kan je daar iets meer over vertellen wat jij doet met studenten? Of ja, met jouw studenten een van de dingen die we duidelijk tegenkomen is wat jij ook net schetst, Gideon. Het probleem dat het voor banken, maar het gaat voor veel innovaties, het is natuurlijk onbekend, dat maakt het niet lekker. Maar er zitten ook nog twee specifieke aspecten aan van duurzame innovaties. We hebben dat begrip nog niet heel goed gedefinieerd, maar goed, dat maakt niet uit. Er zit mee, met duurzame innovaties wordt dan ook vaak gesproken over andere verdienmodellen. Andere verdienmodellen is op zich best interessant voor ons, maar betekent ook vaak meer samenwerkingsverbanden. En dat is voor geldverstrekkers natuurlijk niet meteen een voordeel. Dat ze afhankelijk wat voor verdienmodellen heb je dan over bijvoorbeeld? Die anders zijn dan normaal? Dat kan van verdienmodellen. Nou, een van de, en dan kom ik meteen ook op het volgende punt. Een van de verdienmodellen is dat je niet iets verkoopt, maar in de circulaire economie zegt van, goh, laten we niet verkopen, maar laten we dat als dienst gaan leveren. Laten we dat gaan verhuren. As a service. Voilà. Leuk bedacht, maar dat betekent ook dat de kasstromen, de geldstromen, natuurlijk later binnenkomen. En als je iets verkoopt, ja, dan is dat natuurlijk, kun je natuurlijk schulden en leningen kun je makkelijker afbetalen. Dus er zitten met die nieuwe verdienmodellen leiden vaak tot meer samenwerkingsverbanden met partners, wat niet prettig is. En bovendien leiden ze ook vaak tot uitgestelde
inkomsten. Ja. En ook dat is geen pre als je bij het verkrijgen van een financiering. Nee, die uitgestelde inkomsten kan ik me goed voorstellen. Want dat betekent dat je meer kapitaal vooraf nodig hebt. Hoe heb je, je hebt het ook over samenwerkingsverbanden. Dat niet per se een pre is. Hoe kun je dat iets meer toelichten? Nou, samenwerkingsverbanden. Als je geld verstrekt aan iemand die afhankelijk is voor het terugbetalen van andere partijen, dan moet dat natuurlijk goed geregeld zijn. En er kan heel veel goed geregeld worden, maar we weten allemaal voorbeelden van, ik heb er zelf ook eentje trouwens, maar dat ik daar het schip mee gegaan ben en dat ik iets gefinancierd heb. Ja, kan je daar iets weer over? Nou, wordt het interessant. Nou zijn we benieuwd. Ja, precies. Dat is speelt al een aantal jaren geleden. Toen kregen mijn zus en ik een erfenis. En toen dachten we, laten wij duurzaam zijn. Laten wij gaan beleggen in een teakhoutplantage. Nou, we wachten nog altijd op de terugbetaling daarvan. Hoewel die oogst al lang had moeten binnenkomen. Dat heeft te maken met een aantal zaken. Dat heeft te maken met het feit dat zo'n teakhoutplantage op zich een nieuw concept was. Nou blijken die bomen anders te groeien dan in een oerwoud. Dus dat leidt al tot minder opbrengst, dat wisten we niet. Maar het heeft er ook mee te maken dat je dan zaken... Je moet gewoon, zo'n plantage is niet in Nederland, maar die is in Brazilië. Daar zitten partijen bij die dat onderhouden. Die gaan failliet of die gaan, nou weet ik wat. Dus je zit met allerlei factoren waardoor dat geld er nog niet is. Dan is het... Voor mij een leuk experiment om een keer gedaan te hebben. En leuk om er nu als voorbeeld te kunnen noemen. Je hoeft er niet alleen maar boterhammen met pindakaas van te maar eten. Maar er zijn ook mensen die daar hun pensioen van afhankelijk hebben gesteld. Ja. En dan is het wel heel zuur. Dus ik kan mij voorstellen dat banken ook terecht eisen stellen aan leningen, aan schuldenaren. Ja. En dan is dit geen... Nieuw zijn niet pre en lange verdientermijnen niet geen pre en samenwerkingsverbanden ook niet noodzakelijk leuk. Ja. Ik zou daar wel op willen reageren. Zeker, zeker. Mooi voorbeeld, Pieter. En ik denk dat niet alleen voor banken een mooi voorbeeld is, of in ieder geval aangeeft waarom banken wat kijken naar risico's en zekerheden. Maar dat geldt ook voor investeerders en andere financiers en informals en ook crowdfunding en eigenlijk alles. Van wat is het risico dat je loopt met je investering en hoeveel grip heb je daarop of hoeveel zicht heb je erop dat je ook vertrouwen kunt hebben in de business case die voorgelegd is. En daar zie je, kijk, ondernemers zijn over het algemeen en gelukkig ook heel enthousiast en positief en heel veel drive om het te laten lukken. Iets te positief misschien? Ongetwijfeld wellicht ook. Maar dat moet je wel zijn om het ook uiteindelijk te kunnen laten slagen. Want zeker met innovaties, die zijn nieuw. Dus daar moet iedereen nog aan wennen. Dus ja, als je dan niet een bepaalde drive en eigenwijsheid en gedrevenheid hebt om die boodschap te blijven vertellen, ja, dan krijg je ook de omgeving niet mee. Dus het is absoluut heel erg nodig. Alleen wat je wel in de praktijk, wat wij wel veel zien, is dat de ondernemer zich niet altijd realiseert dat het enthousiasme wat hij of zij heeft, dat een financier daar toch wel vanuit die risico's naar kijkt of vanuit een iets minder enthousiasme in eerste instantie, of ook wel enthousiast, maar toch wil weten van ja, hoe groot is nou de kans dat? En al deze dingen die jij noemt, dat is een prachtig voorbeeld. Het is ver weg, je kan niet even zelf gaan kijken. Het is een natuurproduct, dus ja, dat kan net even anders groeien dan gedacht. Het is nieuw, het rendement moet zich nog bewijzen, ander businessmodel. Dus dat maakt dat financiers toch echt wel veel willen weten. Voordat ze hun geld waar ze hard voor gewerkt hebben ook weer uitbesteden aan een andere ondernemer. En daar zit wel eens wat, dat noemen wij investor readiness. Daar wil nog wel eens wat verschil zitten tussen het enthousiasme van de ondernemer en wat de financier daarvan wil weten en wil zien. Dus eigenlijk is het advies, en dat geldt voor duurzame ondernemers, maar ook voor alle andere ondernemers die financiering zoeken. Bereid je goed voor en verplaats je ook. Ga eens op de stoel zitten van de financier. Ga eens nadenken van, als ik nou die financier zou zijn, wat zou ik dan willen weten? Ik coach dus ondernemers. En ik sprak er laatst een en die zei van, ja, het duurt wel allemaal zo lang. Dan moet ik weer financiering aanvragen, moet ik weer zo'n dik plan schrijven. Ja. Terwijl ik gewoon met de business bezig moet zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ja, je zegt eigenlijk is dat toch wel handig om zo'n plan te kunnen schrijven. Ja, waarbij het niet een heel dik plan hoeft te zijn, maar wel echt de basis.
elementen, die moeten er gewoon kernachtig goed in staan, ja, onderbouwd zijn. Gideon, verwacht jij wel hele dikke plannen of mag dat ook best wel een dun plannetje zijn? De bank is traditioneel wel een ijzer van dikke plannen, maar die tradities laten we snel los. Wij zien ook wel dat vaak papieren tijgers zijn en de praktijk binnen 3 maanden anders kan zijn. En dan is al dat werk en al die kosten is voor niks geweest. Ja. Overigens denk ik dat financiers en zeker banken het enthousiasme van ondernemers delen. Alleen onze rol is natuurlijk wel een andere. Ja. En we zijn ook enthousiast omdat juist die innovatie nodig is voor onze economie om vitaal te blijven. Maar ook om een aantal uitdagingen die we hebben maatschappelijk gezien op te lossen. Hè, dus wij hebben, ondanks dat de reguliere bankaire lening best moeilijk is in dat soort fases bij bedrijven, zijn we toch wel heel erg hard bezig om allerlei oplossingen te bedenken die wel een bijdrage kunnen leveren aan het bijvoorbeeld financieren of opstarten van dat soort innovaties. Juist omdat dat in ons aller belang is, ook voor de banken. He, en dan moet je denken aan, misschien even de basis van een financiering gaat voor een bank om, kan de klant het terugbetalen? En als de klant het niet terug kan betalen, wat is er dan voor zekerheid om eventueel onze schuld alsnog af te lossen, zodat de schade beperkt blijft voor onze financiers? He? Dat zijn namelijk ook onze spaarders of beleggers. En er zijn natuurlijk allerlei methodes om bijvoorbeeld die zekerheidspositie te versterken. He, je kan bijvoorbeeld gewoon een lening aanvragen die wordt gedekt door staatsgarantie. Borgstellingskredieten, die bestaan. Ja. Die kunnen vaak... Ook in deze coronatijd. Dus zeker. Meer we hebben een specifieke corona-borgstelling. Maar we hebben ook reguliere borgstellingskredieten die een kredietaanvraag eerst afgewezen wordt, dan in één keer wel goed kan keuren, omdat de risicobalans verbetert. En er zijn natuurlijk methodes om te zorgen dat die terugbetaalcapaciteit wordt verbeterd. Er zijn allerlei subsidieregels als het gaat om innovatie. Op die manier kan je een aantal gaten vullen, waardoor de kans op een bankaire financiering toeneemt. En dan kan je zelfs ook nog kijken naar andere soort producten. De bank heeft bijvoorbeeld een zogenaamde innovatielening in het leven geroepen enkele jaren geleden. Wat een soort achtergestelde lening is. Oftewel, als het ooit fout gaat, dan staat de bank achteraan om haar geld op te eisen. Wat uniek is, kan ik wel vertellen. Ja. De bank staat meestal namelijk vooraan. En dat is ook met veel minder zekerheid, veel minder kosten en veel minder eisen die regulier zijn voor de bank. Om juist dat te stimuleren. Dat kunnen we niet met al onze budgetten doen. Ja. Maar we hebben daar wel budgetten voor beschikbaar gesteld. Ja, ik ken start-ups die gekregen hebben. Daar zijn ze erg blij mee. Dus dat is zeker een goede faciliteit. Zou je wel dan, want als je het hebt over financiering, duurzame innovatie, er zijn veel meer onzekerheden. Dat heb jij gemerkt en die komen jullie allemaal ook tegen. Veel meer onzekerheden bij duurzame projecten, bij nieuwe projecten, bij innovatieve projecten. Aan de andere kant is het app. Kan je dan zeggen dat het moeilijker is voor duurzame innovatieve projecten om financiering te krijgen? Is dat niet zo hard te zeggen? Nou, ik wil er wel op reageren. Moeilijker zou ik niet direct willen zeggen. Het is wel, het is vaak nieuw. Dus als jij... Dus dan ben je meer kritisch? Nou ja, dan ja. Logisch ook, toch? Kritisch en misschien ook wel van, is er dan markt voor of is er dan behoefte aan? Dus naarmate het probleem waar je met je innovatie op inspeelt helderder is of groter is en jouw oplossing daadwerkelijk ook een oplossing voor dat probleem is, wat voor een bepaalde groep zo is, dan wordt het wel makkelijk. Dus als dat duidelijker wordt, of dat kun je aantonen doordat je in die groep waar je op wil richten onderzoek hebt gedaan. Of je moet het in ieder geval beter uitleggen. Ja, dan kan je het heel veel. Ja, en dan kan je die informatie die potentiële doelgroep je ook heeft gegeven meenemen. Dan kun je, we zeggen ook vaak van, je kan een heel prototype al helemaal uitontwikkelen en doen. Maar goed, daar heb je vaak ook best wel geld voor nodig. Je kan ook kijken of je voordat je dat prototype hebt, of je al een soort dummy hebt wat er wel al een beetje aardig uitziet. En aan de hand waarvan je het bij een bepaalde klantengroep kan testen. Van dit is het probleem, dit is zoals wij de oplossing zien, wat vind je daarvan? En vind je het interessant en wat heb je daar? Zou je het al kopen en voor wat voor bedrag, bij wijze van spreken? Ja. Dus daarmee kun je je financiers ook veel beter overtuigen als je die data hebt opgehaald. Ja, is dat ook iets wat jij je studenten leert om de helder te communiceren, zodat die als ze een plan indienen bij een financier, als ze ondernemers helpen met plannen maken, dat we dat ook duidelijk communiceren? Nou, de communicatie is inderdaad enorm belangrijk, zeker ook als het over duurzame innovaties gaat. Ook omdat dat zit ook een beetje bij sommige ondernemers zit het er ook een beetje in. Die zijn duurzaam, die hebben dus dat belang om te denken aan people, profit, planet en profit. En dan komt profit toch wel een beetje aan het eind. En als je ze dan vraagt van, ga je er ook geld mee verdienen? Dan wordt er gezegd, je moet daar ook anders naar kijken. En helaas
is dat niet zo. Je moet uiteindelijk toch je moet er ook eindelijk ook geld mee verdienen. Anders is het niet duurzaam. En ik ken voorbeelden. We hebben voorbeelden ontmoet van bedrijven die dus gewoon over de kop gaan, omdat ze te weinig denken aan het feit dat ze ook geld moeten binnenhalen. Die gaan dus privé hun huis verkopen om de schuld van het bedrijf af te betalen. En of je dan bijdraagt aan duurzaamheid, dat is, nou, niet, vind ik, mijn optiek niet eens betwijfelachtig, dat is niet. Wat dan heel belangrijk is. Kom je dat is, vaak tegen ook? Inderdaad? Dat soort voorbeelden komen we best wel tegen, in meer of mindere mate van mensen, überhaupt uitvinders die erg in de techniek geïnteresseerd zijn en businessmodellen maar saai vinden. Nou, het wordt letterlijk zo gezegd. Maar dan ook nog eens een keertje mensen die zeggen van ja, maar Pieter, het gaat niet alleen om geld. En dat is ongetwijfeld waar, maar als je wilt ondernemen en als je een lening wilt hebben, gaat het wel om geld. En wat belangrijk is, ik wil nog één ding daaraan. Ja? Dat, kom je dat ook tegen? Ja, dat komen we tegen. En ook wel ondernemers die in staat zijn om die eerste fase te financieren met subsidies of met overheidsregelingen of uit hun eigen netwerk. En ook serieuze bedragen, dus die daarmee een hele lange tijd toch wel die onderneming kunnen financieren. Maar uiteindelijk, als je niet in staat bent om die omslag te maken naar die marktafzet, ja, dan ben ik het helemaal eens. Dan heb je voor een bepaalde periode waarschijnlijk echt wel iets heel moois gedaan, iets heel belangrijks, een bepaalde innovatie, een stap verder gebracht. Maar uiteindelijk ben je dan niet die duurzame organisatie die voor de lange termijn dat impact kan maken. Nee, en dat is wel heel gezonde. Impact. Zeker. Dus, en wat zouden jouw studenten dan, als ze goed hebben opgelet bij jouw lessen, wat zouden ze dan moeten adviseren aan zo'n ondernemer? Wat doen ze dan? Eén punt sluit heel erg aan bij wat Els ook net zegt. Ga nou eens kijken wie is een potentiële klant. Sterker nog, ga nou eens met die klant. We hebben één project zo gedaan. Dat ging over een innovatie in de kasttuinbouw. Ga nou eens kijken waar kun je nu met deze innovatie, welke markt leent zich daar nou heel erg toe om daarin te scoren? Waar zitten hoge besparingen zijn dan mogelijk? Waar gaat veel geld in om? En ga dan eens kijken of je met die ondernemers, die kwekers, die innovatie verder kunt trekken. Dus ga op zoek naar een klant. Dat maakt je uitwerking ook veel renderender. En ga ook eens nadenken over hoe wil je nou met dit op zich. Want ik ga er even vanuit dat het een enthousiast figuur is over duurzaamheid in de brede zin van het woord. Maar hoe kun je daar nou ook duurzaam geld mee verdienen? Moet je dat doen door zelf producten te gaan maken? Of kun je een licentie laten maken? Kun je onderdelen gaan maken? Kun je het idee verkopen? Ga daar eens over het verdienmodel nadenken, hoe dat het beste kan. En dat raden wij ze aan. Ja. En soms kun je ook bijvoorbeeld een bepaalde technologie, misschien is het al wel mogelijk om een stukje van die technologie al te verkopen aan een interessante klantengroep. Weet je, je hebt misschien een beeld van, nou, ik wil daar uitkomen en mijn product ziet er zo uit en dat heeft die modaliteiten. Maar sommige modaliteiten kunnen best heel interessant zijn om al eerder op de markt te brengen. En naarmate je minder geld hebt, word je wel genoodzaakt om heel creatief te worden daarin. Ja. En je ziet een aantal enorme succesvolle start-ups die het op die manier gedaan hebben. Dus echt heel creatief gekeken. Oh, we hebben heel weinig geld, maar we willen daar uitkomen. Maar om daar uit te komen hebben we deze stapjes. Heb je een voorbeeld? Want je zegt van, nou, die start-up vind ik dat het leuk gedaan heeft om heel snel met kleine stapjes te nemen. Ja, ik weet alleen niet of ik hier een naam moet zeggen. Als die algemeen bekend is en we kunnen in de krant lezen, dan wel. Ja, nou, dit is een dan noem je geen namen, dan schrijf je het gewoon. Ja, we schrijven een technologie die echt vernieuwend is. Wat een oplossing is wat voor heel veel bedrijven bijdraagt aan efficiëntie en sneller komen tot een oplossing. Maar waarbij het een hele traditionele markt was. Waarbij ze een flinke investering moesten doen om hun oplossing op de markt te kunnen brengen. Oh, dat is een typische traditionele markt, grote investering, dan alarmbellen, die rinkelen dan al. Nou ja, dan heb je over het algemeen veel geld nodig om lange tijd te overbruggen, hè, want dat duurt allemaal lang, om je product te kunnen ontwikkelen, dus je te bouwen en vervolgens ook meerdere uit kunnen zetten, dus om marktpotentieel tot je te halen. Maar goed, door eerst met overheidsgeld de eerste pilotproject te bouwen en vervolgens dat te gaan uitzetten en vervolgens een vast contract te krijgen voor verhuur daarvan,
En dat met een bank samen weer op basis van het vaste contract in de leaseconstructie te zetten, zijn ze wel zo kunnen gaan doorbouwen. En dat is een hele mooie manier geweest om langzaamaan te zorgen dat ze die tractie hadden. En op het moment dat de tractie in groei was, toen waren er investeringsfondsen bereid om de grotere ronde te doen. Ja, want Gideon, we hadden het net over de rol van de bank. Dus, en in het begin had je het over fases. Als er dus wel wat omzet is, of als er contracten zijn, dan dat is een moment waarop de bank gewone dingen mee kan doen. Dat is eigenlijk een bevestiging van dat er dus in de markt vraag is naar het product wat wordt gefabriceerd of de dienst die wordt geleverd. Hè. Dus dat is automatisch een logisch moment om te zeggen van hé, er zit dus wat in jouw product of dienst die interessant is. En dus is er ook een mogelijkheid om dat in de toekomst te gaan financieren. Om even terug te komen op de eerdere discussie, wat wij ook tegen ondernemers zeggen die bij ons langskomen en nog in een hele vroege fase zitten. Daar zie je vaak twee dingen. Eén, ze houden hun idee heel vaak voor zichzelf. Ja. Ik vind het niet leuk om dat te delen met anderen. Want iemand kan met mijn idee aan de haal gaan. Hè. Die angst is er heel snel. Of dat je je moet opofferen als idee. Maar ook dat er heel lang wordt gewacht om de markt het product of dienst te laten valideren. Mijn advies is altijd, neem altijd een aantal mede-aandeelhouders of initiatiefnemers tot je. Zorg dat je in een club van 2, 3, 4 zit. Want je ziet in je eentje nooit wat je met z'n vieren kan zien. Je krijgt ook veel meer kritiek en discussie. Dus je kan veel sneller schaven. Kom ook heel snel met een prototype. Al is het iets waardeloos qua esthetisch. Maar zodat je iets kan laten zien aan de markt van dit is het. Dit moet het gaan doen. Ja. En wat vind je ervan? Want zo kun je bij wijze van spreken 9 van de 10 ideeën binnen een paar maanden gewoon van tafel vegen als kansloos. Zonder dat je bijvoorbeeld jezelf in de schulden gaat steken 1-2 jaar. Met allerlei subsidies of bij wijze van spreken zelfs bankfinanciering. Want soms dan krijgen ze toch nog iets los bij banken. Maar dan hebben ze uiteindelijk alleen maar hunzelf mee. Hebben ze tijd ik vind het grappig dat je dat zegt. Want ik een tijd geleden sprak ook een investeerder. En die zei banken zijn soms veel te makkelijk. Want inderdaad, stel dat je je plan nog niet goed gevalideerd hebt. Je krijgt wel geld. Dan moet je na 2 jaar is het geld op. En dan moet je nog wel terugbetalen. Ja. Dan heb je je plan nog niet gevalideerd. Blijkt er geen markt voor te zijn. Dus dat is ook heel goed. Dat soort voorbeelden zijn er helaas wel. Ja, nee, die voorbeelden zijn er helaas wel. Ja. Ik vind het maar dan is het belang om aan te geven dat een financier zo kritisch is. En ook aan te geven dat het... Zeker, want wij zijn natuurlijk als bank ook vanuit de overheid verplicht om zorg te dragen voor de keuzes van onze klanten. Ja. Dat klinkt gek, want wij verdienen aan die financieringen, maar tegelijkertijd moeten we ze beschermen tegen de verkeerde financieringen, om te zorgen dat ze niet zelf in een probleem komen. Ja. En dat zie je wel vaak. Helder. Als je hebt, we hebben het ook weer over verschillende dingen. We hebben het over dus die onzekerheid, die is belangrijk. Daarnaast is duurzaamheid is wel, en het is hip, en het is gewoon nodig. Volgens mij zijn we het allemaal over eens. Duurzaamheid is meer nodig in deze wereld. Dus je zou ook meer moeten investeren in duurzaamheid. En er zijn ook veel fondsen, het PDNH is ook specifiek voor duurzame innovaties. Dus er zijn ook meer mogelijkheden. Zou je dan ook kunnen zeggen dat het voor duurzame plannen ook ergens juist makkelijker is om financiering op te halen? Of op welke manier is het makkelijker? Nou, ik zou het zo willen formuleren dat, kijk, als je iets duurzaams hebt of iets innovatiefs, dat betekent altijd dat het onontgonnen terrein is. Hè? Ja. Kijk, als je een winkel wil openen, zegt de bank, we hebben 100.000 voorbeelden. We weten ongeveer hoe dat werkt. Hè? Wanneer het succes wordt en wanneer niet. Bij dit soort zaken is het niet zo. Dus je hebt een grotere onzekerheid en dus ook wel een drempel te maken om financiering te krijgen. En de maatregelen die hier worden bedacht, subsidies of andere stimuleringsmaatregelen, die helpen dat gat te dichten naar zeg maar een normaal bedrijf. Hè? Dus ik zou niet zeggen dat het daarmee makkelijker wordt. Ja, in absolute zin wordt het makkelijker om te krijgen, maar het wordt denk ik ongeveer net zo makkelijk als een reguliere aanvraag. Een beetje op die manier. Ja. En in aanvulling wat Gideon zegt, je ziet wel steeds meer dat het belang van duurzaamheid en innovatie bij een veel grotere groep op het netvlies komt te staan. Er zijn ook veel meer investeerders die waar het voorheen een behoorlijk rendement maken het belangrijkste goed was. Zijn er steeds meer investeerders die ook die andere component belangrijk vinden. Dus ook het impact maken. Nou, als het impact maken, wat is dat dan? En hoe kwantificeer je dat dan? Dat is natuurlijk een lastige. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat er steeds meer fondsen en ook informals en private fondsen zeggen van, behalve dat het ook een financieel rendement moet hebben, om precies die reden die Pieter zegt. Als je geen financieel rendement maakt, dan ben je voor de lange termijn, kan je je duurzame boodschap ook niet overbrengen. Dus dat is gewoon een bread and butter, zou ik bijna zeggen. Maar daarnaast zeggen die van, wij hoeven niet een heel hoog financieel rendement. Als we daarnaast een impact
gemaakt wordt en een sociaal rendement komt, vinden we dat ook oké. Dus die groep die wordt wel langzaamaan groter, maar het is nog steeds ook wat jij zegt, van ja, het, je businessmodel moet wel kloppen. Ja. En weet je, verlieslatend voor de lange termijn, ja, dat gaat gewoon niet vliegen. Dus dan is er blijkbaar onvoldoende markt voor dat product. Dus ja, dan is het nodig om dat nog wat aan te passen. Ja, maar zeg je dan wel, want er mag ook wel een impact zijn voor de milieu en de mens. Mag dan een duurzaam innovatief bedrijf minder winstgevend zijn? Zou je dat wel kunnen zeggen? Mag die iets meer risicovol zijn? Dat zou ik niet zeggen. Ja, hij moet levensvatbaar zijn, hè, financieel gezien. Ja, precies. En uiteindelijk moet je winst maken om buffers te creëren, om investeringen te kunnen doen, om door te ontwikkelen. Dus ja, en dat heeft elk bedrijf. Kijk, als je puur winst maakt om het vervolgens 100% uit te keren aan aandeelhouders, dan ben je denk ik op alle terreinen denk ik niet al te best bezig en niet duurzaam bezig. Dat geldt ook voor reguliere bedrijven. Maar ik zou winstgevendheid niet per se anders beoordelen. Nou, laat ik niet scherper formuleren. Want ik kom heel veel ondernemers tegen. Inderdaad, ook die wat Pieter zei. Die kijken toch vooral van, ja, het moet duur goed zijn. Even over de typische duurzame ondernemers. Je hebt heel verschillende soorten. Maar die kijken vooral naar de mensen van de maatschappij. Dat moet belangrijk zijn. En er moet ook winst gemaakt worden. En dus ik denk wel dat de meeste duurzame ondernemers minder met winst bezig zijn. Dus de kans als je investeert in een duurzaam, of een lening geeft in een duurzaam bedrijf, is de kans iets groter dat je in ieder geval minder winst uithaalt. Kijk, of ik weet hoe jullie vanuit daar het fonds naartoe kijken, of dat je dat ook ziet vanuit ondernemers. Het is een algemene regel, hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement moet zijn. En dat geldt denk ik terecht ook voor deze investeringen. Er zijn natuurlijk best mogelijkheden. Trouwens, mijn zoon werkt bij de ABN AMRO en ik vertelde hem over die achtergestelde lening, maar die doen zij ook. Maar banken faciliteren dat. Er zijn dus inderdaad wel degelijk mogelijkheden, specifiek voor duurzame innovaties, ook op het gebied van met de behulp van subsidies. Maar uiteindelijk moet het gewoon echt het rendement opleveren dat ook een andere investering oplevert. Als je dat niet doet en je neemt genoegen met minder winst en de klant vraagt daar niet om, dan gaat je concurrent die niet duurzaam is, gaat gewoon met zijn prijs zakken en werkt jou eruit en gaat daarna zijn prijs weer verhogen. Dat kunnen we mooi of niet mooi vinden, maar dat is wel het mechanisme. En nou, ik denk nog een mooie voorbeeld. Tony Chocoloni is een bedrijf wat heel duur is. Maar Tony Chocoloni, een goed voorbeeld, die hebben dus kans gezien. En daar geloof ik wel heel erg in. Ja. Om, je ziet er meer bedrijven, maar die hebben kans gezien om de consument te overtuigen van, jij moet dit product kopen, want het is beter voor de wereld. Precies. Als je kans ze maken minder dat winst, ze maken wel winst, dat vind ik heel goed, maar ze maken wel minder winst dan andere. Of ze dan bedrijven minder winst, maar goed, inmiddels zijn alle anderen meegegaan, dus dat weet ik niet of ze nu meer of minder winst maken. Maar ze hebben wel degelijk kans gezien, en daar begint het mee, om de consument meer te laten betalen voor dat product, omdat het duurzaam is. Nou, als je dat daar, en ik denk dat we daar wel naartoe gaan, dat ook bij overheidsinkopen, dat veel belangrijker gaat worden. Ja, dat zie je nu bij OV, dat die steeds belangrijker vinden. Ja. Ik las laatst consumenten, de verkoop van consumentengoederen of in de supermarkten met een biologisch label was 28% gestegen. En de gewone producten waren 4% gestegen. Dus duurzame producten zitten zeker in de lift. Mensen zijn bereid iets meer voor te betalen. Ik denk dat het wel een heel belangrijk punt is, hoor. Want stel, de consument was niet bereid om 50 cent voor een reep chocola meer te betalen. Nee, puur en alleen vanwege de boodschap. Ja. Dan had je natuurlijk ook geen model gehad. Hè? Zeker. Ja. Hè, en het kan best zijn dat Tony Chocoloni is volgens mij opgericht ook wel best wel vanuit ideële achtergrond. Hè? Ook niet per se om winst te maken, maar om te laten zien als experiment. Zeker. Het kan met minder slavernij dan wat die in die markt regulier zit. Ja. En dat uiteindelijk dat dan tractie krijgt en dat die boodschap wordt toch ook beantwoord door de consument. En het grappige is, zo'n merk wordt geladen op een bepaalde manier. En nu kopen heel veel mensen dat merk zonder dat ze weten waarvoor het staat. Ja. Maar puur en alleen omdat dat in de markt een bepaald merk is geworden. Dus er zijn wel interessante patronen die zichtbaar zijn. Maar om een ander voorbeeld te geven, wat ik recent had tegengekomen. Als je nu een bedrijfspand wil bouwen en je wil dat bouwen aan alle eisen van de duurzaamheid van tegenwoordig, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld 3 miljoen moet investeren en een taxateur later langskomt en zegt van, het pand wat jij gaat bouwen met 3 miljoen kosten is 2 miljoen waard in de markt. En dat komt omdat de kosten dus blijkbaar niet opwegen ten opzichte van wat iemand ervoor bereid is in de markt te betalen. En dat is wel een issue. Want dat maakt het moeilijker om te financieren ook. En dat maakt allerlei andere issues. En dat is dus wel een marktding. Hè. Dus we moeten er in die zin ook wel
klaar voor zijn. Dus je zit toch een beetje met die afweging van impact, maatschappelijk en milieu en winst. Die afweging moet je toch een beetje maken. Elsje, jij beoordeelt ook plannen na het aanvragen. Neem je dan, zeg je toch van, nou, weet je wel, de impact is zo hoog, het is wel iets groter risico, maar ja, en we halen er iets minder winst uit misschien. Maar als het lukt, dan is die impact op mensen en milieu ook zo groot dat we er toch in investeren. Kijken daar ook wel zo naar? Ja, nou, heel erg afhankelijk van de doelstelling van de investeerder. Wij zijn, ja, hebben als doelstelling dat we een revolverend fonds zijn. Ja. Om revolverend? Revolverend wil zeggen dat je dat kan blijven doen. Dus we hebben een bepaald budget. Ja. Wat we, en uiteindelijk gaan we ervan uit, dat zetten we uit bij ondernemingen. Dat krijgen we terug. Ja. En daarmee kunnen we dit voor de lange termijn, kunnen we een heleboel ondernemers ondersteunen. Precies, dus dat je mag het niet zomaar weggeven en dan succes. Nee, het moet ook terugkomen. En om een revolverend fonds, dus dat om die pot geld zeg maar hetzelfde te houden, als je gaat investeren in hoog risico ondernemingen, want daar hebben we het dan toch over, omdat er nog weinig tractie is of de technologie is toch nog niet helemaal uitontwikkeld, dan gaat er ook wel eens wat mis. Dus dan valt er ook wel eens een bedrijf helaas om. Dat betekent dat op dat moment het geld wat wij in geïnvesteerd hebben niet terugkomt. Dus dat betekent ook dat als je dus over de algemene revolverend wil zijn, dat je ook geïnvesteerd moet hebben in andere bedrijven waarbij je dus wel rendement maakt om dat te compenseren. Dus ja, bij ons is financieel rendement niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat revolverende, maar daarvoor moeten we dus wel een marktconform. Dat is trouwens nog een ander aspect. Omdat we een overheidsfonds zijn, moeten we sowieso marktconform ons geld uitzetten. Maar zullen we ook een rendement moeten vragen op het geld wat we uitzetten. Maar goed, dat vind ik Tony Chocoloni wel echt een mooi voorbeeld. Zij kunnen hun boodschap zo goed uitspreiden over een hele grote groep mensen. Juist omdat zij financieel duurzaam zijn. En het geld wat ze verdienen, weer investeren in het bedrijf. Dus dat gaat niet naar de aandeel. Zij zijn niet gericht op financiële aandeelhouderswaarde, maar zij zijn echt gericht op stakeholderswaarde. Maar daar is dat financieel rendement wel cruciaal om dat te kunnen maken. En dat vind ik dat zij zijn daar echt wel heel goed in geslaagd. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ja, ja, zeker, zeker. En ook wel hoe die afweging is. Heel interessant. Daar is ook een vraag over van het publiek. En die is specifiek ook voor Gideon. Hoe de bank ernaar kijkt naar duurzaamheid. De vraag dan of dat een apart onderdeel bij de beoordeling is. En dat vind ik heel leuk. Is dat een voordeel? Want als er een hoofdstuk duurzaam in het plan staat, dan kijken we daar natuurlijk naar. Maar is het dan ook zo, als een aanvraag gaat en er staat helemaal niks over duurzaamheid in, ga je dan ook meer kijken naar de negatieve aspecten van dat plan? De negatieve impact op planet en profit, is dat sowieso iets wat je meeneemt? Of als het hoofdstuk duurzaam in staat, ben je dan automatisch geneigd daar meer naar te kijken? Gewoon een grappige vraag. Goeie vraag. Ja. Laat ik het zo zeggen. Voor Rabobank is duurzaamheid een heel belangrijk thema. Ja. Zoals gezegd, duurzaamheid zegt iets over continuïteit naar de toekomst. En dat betekent dus dat als je als wereld niet te veel beslag wil leggen op bijvoorbeeld mensen en milieu, geen ongelijkheid wil bevorderen, landbouwgrond duurzaam wil houden, al dat soort thema's die spelen, dan moet je als bank daar ook een rol in nemen. Hè? Moet je toch subjectief zijn. Nou, dat vertaalt zich bij ons in ons sectorbeleid. Hè? Dus stel jij wil een dealership of een autobedrijf starten, dan kom je bij ons alleen maar in aanmerking voor een financiering als je aan een aantal voorwaarden voldoet. En die voorwaarden, daar zitten ook duurzaamheidsvoorwaarden in. Wat betekent dus als jij in de automotive een achterloper bent, hè, bijvoorbeeld een merk wat helemaal geen elektrische auto produceert, geen perspectief biedt, op andere terreinen achterblijft, dan kom je dus bij Rabo niet in aanmerking. En zo hebben we op al die verschillende sectoren hebben bepaalde maatstaven die een rol spelen en die dus eigenlijk bedrijven stimuleren om die maatregelen te nemen, zodat ze in aanmerking kunnen komen voor financiering. Ja. En natuurlijk heb je ook een aantal investeringen die bedrijven kunnen doen die specifiek op duurzaamheid zijn gericht. Dus het aanschaffen van zonnepanelen of het creëren van het verduurzamen van panden. Kijk, en daar zijn soms specifieke voordelen. Hè? Procenten korting bijvoorbeeld, 10e korting te halen. Maar het is wat mij betreft veel breder. Hè? Dus in onze totale beoordeling komt dat terug. Ja, 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 mooi. Nou, dan is er nog iets anders wat ook rekening mee moet houden in deze tijd. Dat is in deze tijd, hè, als je het over beoordeling hebt, is de effecten van de coronacrisis. De economische crisis die hier waarschijnlijk uit gaat volgen. Wat heeft dat voor impact op de financiering? De financiering van duurzame innovatie in het algemeen. Hebben jullie daar, kunnen jullie een klein aspectje van jullie glazen bol even laten doorschemeren wat jullie verwachten in dat opzicht? Ja, dat wordt, ik vind het een interessante vraag. Dat wordt inderdaad toch wel een glazen bol.
Er zijn natuurlijk heel veel verhalen, mensen die zeggen van nou, dit gaat bewustwording leiden, de overheid gaat dingen eisen. Aan de andere kant zie je dat de overheid natuurlijk wel een bij uitstek vervuilend bedrijf als KLM ook, financiering verstrekt. Belangrijker vind ik dan vraag van gaan consumenten nu echt zich meer bewust worden dat ze nou, van die duurzaamheid, die noodzakelijkheid om te overleven. Want dan gaan zij dus ook bewuster kiezen bij de schappen in de supermarkt. En de andere vraag die daar tegenin gaat, is de vraag van kunnen bedrijven zich nog deze financiering, deze investering veroorloven nu hun kaspositie, hun balanspositie verslechterd is. We zitten nu weer ook met een project hier in Noord-Holland met de vraag van hoe kunnen we op bedrijventerreinen zonnepanelen op de daken leggen. Nou, de harde daken is natuurlijk veel lekkerder om zonnepanelen op te leggen dan een zonneweidje. Maar goed, je krijgt dan te maken met meer partijen. Die partijen, de gebruikers van die percelen, de bedrijventerreinen zelf, de eigenaren van die panden. Maar al die partijen die hebben nu natuurlijk een slechtere kaspositie gekregen en een slechtere solvabiliteit. Dus hoewel die projecten op zich met de SDE-plus-subsidie uit kunnen, is maar de vraag of ze doorgaan. En daar proberen wij nu een oplossing voor te vinden. Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat daar meer, misschien zegt de overheid, nou, de verwachting, hè, daar hoor ik een beetje zo, dat daar meer fondsen voor beschikbaar komen. Dus misschien wordt het ook wel makkelijker. Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Nou ja, ontzettend interessant hè, hoe dit nu deze coronacrisis echt voor de lange termijn ook effect heeft. En of dat inderdaad bijdraagt aan een versnelling van de duurzaamheid. Om jouw vraag die jij stelde, hè, is corona, heeft dat nou effect op de mogelijkheid om aan geld te komen voor innovaties? Nou ja, wat we op de korte termijn, weet je, natuurlijk zodanig komt die coronacrisis, is die van linksboven onverwachts gekomen, dat we allemaal op onze grondvesten aan het schudden waren. En menselijk gezien ga je dan allemaal even, moet je even bijkomen, moet je even wennen aan een nieuwe situatie. Voor veel investeerders zie je toch wel van oké, wat heeft dit voor een impact op de huidige portefeuille, hè? Dus op de bestaande investeringen die we hebben gedaan. Dus daar ligt dan toch in eerste instantie even de focus op. Dus het blijft wat makkelijker dan om een vervolginvestering wel bij je eigen financierder misschien te krijgen, dan een financiering bij een nieuwe partij. Ja, de focus ligt eerst even op de eigen portefeuille. Dus hoe zorgen we dat die overeind blijven? Ja. Maar je merkt nu al wel weer, hè, en punt 1 is iedereen weer wat aan gewend. Punt 2 komt er toch wel weer wat beweging gelukkig in. Dus voorzichtig aan gaat de blik ook wel weer naar buiten. En voor de lange termijn, je hebt ook ondernemers die zeggen, ja joh, weet je, dit is een korte termijn effect. De economie gaat niet altijd zo. Dus voor de lange termijn heb ik alle vertrouwen in de plannen die we hadden. Dus we gaan daar gewoon mee door. Ja, nou, dat mooi. Kun je natuurlijk ook doen op het moment dat je in staat bent om zelf die financiering te regelen of genoeg funding hebt. Op het moment dat je dat niet hebt en je afhankelijk bent van financiers, ja, dan vraagt het in deze tijd wel een langere adem. En het is natuurlijk verschrikkelijk, de ondernemers die nu door corona zo in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen. En nu nog creatiever moeten zijn om te zorgen dat ze in ieder geval overeind blijven de komende maanden. Ja. Goed. Dus dat is wel een spanningsveld. Het is er dus niet makkelijker op geworden. Dat denk ik ook niet. Nee? Ik denk ook niet per se dat het er nu ineens makkelijker op is geworden. Ja. Het probleem is dat er best wel wat onzekerheid is over het aankomende derde en vierde kwartaal. Omdat heel veel en onzekerheid is per definitie je risico. Exact, want dat betekent dat je heel moeilijk kan inschatten of terugbetaald kan gaan worden. Ja. En wat het met de markt doet. Als ik dan toch, en daar zijn we misschien ook voor, positieve puntjes mag halen uit de coronacrisis. Is denk ik dat er wel een meer waarde is gehecht aan bijvoorbeeld lokale gemeenschap. En wat er lokaal te krijgen en te halen is en de waarde daarvan. Er zijn ook heel veel initiatieven lokaal om ondernemers te steunen en te waarderen dat ze er zijn. Hè? Dus die lokale supermarkt in opzichte van de grote supermarkt in de stad krijgt wat meer aandacht. En de afhankelijkheid die we hebben bijvoorbeeld van een land als China, heeft ook wel een aantal branches geraakt. In de zin van, moeten wij alleen maar afhankelijk zijn van China? Het feit dat we bijvoorbeeld bepaalde medicijnen helemaal niet meer produceren in Europa, laat staan in Nederland, maar alleen maar in China, is natuurlijk wel impactvol.
En bovendien kan die trend... Dat kan een kans betekenen ook juist. Dat is een kans voor een meer circulaire economie. Hè? Want dat zou betekenen dat als je gewoon een aantal van die productieprocessen hier naartoe haalt... Ja. verklein je de kring en dus de footprint. Hè? Ja. Dus dat is dan een positieve ontwikkeling. Ja, mooi. Nou, dat is goed om met zo'n positieve ontwikkeling bijna te eindigen. Er zijn nog een paar dingen, maar we zijn bijna klaar. om af te sluiten wel, er zijn nog een paar dingen om ook nog iets positiefs te eindigen. Namelijk een aanbod aan de kijkers thuis. Pieter, jouw studenten die helpen dus ondernemers. En ik begreep dat er nog meer ondernemers geholpen kunnen worden. Ja, we hebben elk jaar een project voor de oudstejaars, de afstudeergroep. Een project waar ze inderdaad zo'n verdienmodel doorrekenen. Kijken hoe ze met name, dat gaat om kleine ondernemers bij uitstek. Kleine ondernemers kunnen helpen om hun duurzame idee richting een verdienmodel te krijgen. En daarnaast bieden wij natuurlijk ook de mogelijkheid van studenten of de verplichting om een stage te lopen in een derde jaar en een afstudeeronderzoek te doen. En in het algemeen komen studenten daar heel goed uit. Maar als er bedrijven zijn, zeker in deze coronatijd, die denken van, wij willen daar wel gebruik maken, dan zijn ze welkom. Mooi. Kunnen ze ons vinden op hogescholeninholland.nl. In Holland.nl. Ja. Nou, dat is mooi. En dan Pieter van den Hoeven. En Pieter dan, van der Hoeven. Van der Hoeven, dan komt het helemaal goed, dan vinden ze jou wel. Mooi. En ik begreep, Els, dat jij ook nog weer met studenten in contact bent, die ook nog weer ondernemers kunnen helpen. Ja, vanuit PIM, hè, het programma investeringsgericht het MKB, is PIM 2.0, om het zo maar te zeggen, is 1 juni gestart. Dus dat betekent dat de provincie voor 4 jaar ondernemers in Noord-Holland de gelegenheid biedt om advies in te schakelen tegen gereduceerd tarief bij het investeringsgereed worden en bij financiering ophalen. Plus dat PIM allerlei bijeenkomsten organiseert waar ondernemers aan deel kunnen nemen om kennis te vergaren en geholpen te worden. Dus dat, maar kijk op die site zou ik zeggen. En vervolgens is er ook een samenwerking tot stand gekomen met studenten van VU en de UvA, Digitaal Workforce. Waarbij aan de hand van data van ondernemingen een aantal techstudenten daarmee aan de slag gaan om de onderneming te helpen met de digitaliseringsslag. Dus in een aantal maanden komen dan een aantal studenten bij jou om aan een concrete opdracht te werken waar je behoefte aan hebt als ondernemer en wat past binnen het studieprogramma van die studenten om met die data een digitaliseerslag te maken. En dat wordt ook voor een groot deel ook weer gesponsord door de provincie, door de gemeente Amsterdam. Dus dat is ook, er staat op de PIM-website ook van alles over. En dus PIM, hoe kunnen we meer informatie over PIM vinden? PIM.nl. PIMNH.nl. PIMNH. Ja, PIMNH.nl. Ja. Mooi. Gideon, je hebt volgens mij geen legertje studenten, zoals de andere twee, maar wel een legertje adviseurs. Nou ja, zeker. En we hebben denk ik ook wel... ten eerste staan we natuurlijk altijd klaar om in gesprek te gaan met ondernemers die bijvoorbeeld bezig zijn met een innovatie, een duurzame innovatie, en niet precies weten hoe ze aan financiering kunnen komen. We zijn zoals gezegd ook een platform en we hebben een apparaat van verschillende alternatieve vormen ook om aan te bieden. Misschien is dat wel een grote hoorde om te nemen. Je kan ook naar de website gaan, rabobank.nl/bedrijven. En daar kan je een pagina vinden over het specifiek financieren van innovatie. En daar zijn 10 tips op. Zaken die ze kunnen proberen om te kijken of ze hun idee gefinancierd kunnen krijgen. Ja. Dus is dat aan te raden. Zeker, want zoals we over gehad hebben, is de financiering niet eenvoudig in het algemeen, maar zeker wel mogelijk. En wat er precies de komende tijd gaat gebeuren, weten we ook niet helemaal. Maar de mogelijkheden zijn er zeker. En het is ook goed om met dat optimisme te eindigen en dat aanbod van jullie. Heel, heel fijn. Ook namens de kijkers thuis. Daarmee ronden we deze discussie af. Welkom bij, fijn dat jullie luisteren naar NH Next, specifiek in samenwerking met Terra Technica ook vandaag. Tot slot alleen nog de aankondiging van de volgende NH Next. Want ja, deze mooie locatie van het theater, de campagne in Den Helder, wordt morgen weer gebruikt. Dan om 2:00 morgen. En dan is de spreker, kijk even op mijn aantekening, Martje Fraaien, programmamanager, circulair ondernemer. Een collega van... Dat is een collega van Martje, ja. Bij de Rabobank namelijk. Die gaat in gesprek met Jeska van het Hof, accountmanager product voor product en... Pim Hulsebos, algemeen directeur Multimetaal, over circulair ondernemen en wat kansen zijn voor dat bedrijf. Veel plezier en tot morgen.